Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft een COVID-19 swab unit uitgeopend waar mensen getest kunnen worden op het COVID-19 virus. De dienst staat bij de ingang van de spoedeisende hulp en is dagelijks open van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Volgens Mireia Rodriguez, waarnemend medisch hoofd van het AZP, worden patiënten eerst gecontroleerd aan de hand van hun klachten, waarna ze worden doorverwezen naar de swabunit of naar de controlepost voor de spoedeisende hulp. Mensen bijvoorbeeld met alleen niezen, een lichte hoest, met keelpijn, mensen die alleen een smaak- of reukverlies hebben en mensen met die geen echte temperatuurverhoging hebben. Eigenlijk is het de bedoeling, omdat we nog steeds door moeten gaan met spoed, behandeling van spoedgevallen, kunnen we natuurlijk niet, zoals bij andere swabklinieken, een drive-thru hier hebben of dat we mensen in lange rijen hebben, want dan begrijp je dat de screening van de spoedgevallen vertraagd gaat zijn. Dus wat we wel willen is dus dat we via de huisartsen, de specialisten, op afspraak mensen hier gaan swappen en natuurlijk AZP-personeel gaan ook via de bedrijfarts naar hier worden gestuurd. Mensen die toch naar hier komen, de zogenaamde walk-ins, die gaan we sowieso ook niet wegsturen, maar natuurlijk afhankelijk van de drukte gaan we zeggen van oké, of u gaat moeten wachten of u krijgt een andere afspraak om terug te komen. Rodriguez benadrukt dat het toch een drukte van je welste is op de spoedeisende hulp. Op elke SEH weet je dat het wisselt en voornamelijk in de weekenden, met name in de middagen, zien we dus toch wel veel aanrijdingen. Dit weekend hadden we ook weer veel steekverwondingen, dus dat blijft zich maar voortzetten. Dus, maar een constante drukte hebben we sowieso niet. Bij de checkpoint, dat het gaat om mensen met COVID-klachten, daar zien we wel een toename van drukte. Ja. En nu voor de swap point, omdat de mensen zich helemaal begrijpen wanneer ze zich hier aanmelden. Wat gebeurt er precies? Je meldt je aan en daarna? Dus er wordt wel gevraagd dat je gaat legitimeren, want we willen natuurlijk wel weten als het de juiste persoon is die we voor ons hebben. Want zoals je weet zijn er een paar patiënten die men niet kan terugtracen. Dus we vragen wel dat men zich legitimeert met een ID-kaart, paspoort, rijbewijs, noem maar op. Vervolgens wordt er een korte anamnese van je afgenomen, dus men gaat vragen naar de klachten. De temperatuur wordt opgemeten. Afhankelijk van wat men waarneemt of wat men van jou verneemt, wordt er besloten van ga je naar de checkpoint of ga je naar de swabunit. De checkpoint is voor mensen die toch zieker zijn, die toch besproken moeten worden met een infectioloog of een internist. Er wordt meer onderzoek daar gedaan. Tot zover Mireia Rodriguez van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ze sprak vandaag over de swabunit van het AZP. De unit is dagelijks open van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds.